Zeg, is het inderdaad zo dat we volgend jaar nou veel meer gaan betalen? We verwachten van wel, want met ingang van januari wordt het omzetbelastingssysteem veranderd. En dat zal dus wel doorberekend worden aan de klanten. Het lijkt me redelijker dat alle klanten samen mijn extra belastingpost betalen. Dat ik het in mijn eentje van mijn eigen winst moet betalen. Ja, maar hoeveel wordt het dan meer voor ons? Ja, exacte cijfers kan ik niet geven, maar het wordt dus dan zo berekend over toegevoegde waarde dat je dus dan 12% van 80% van je omzet gaat betalen. Het wordt dus verdubbeld ongeveer. Maar gaan wij dan ook het dubbele betalen? Alleen het belastinggedeelte, dus er zit in je prijs een gedeelte wat dus omzetbelasting is en dat gedeelte wordt dus verdubbeld, niet je hele prijs dus. Maar hoeveel gaan wij dus ongeveer meer betalen? Het lijkt me een procent of 5, 6, ik zou het precies uit moeten rekenen, maar... Het gaat in de eerste plaats om een wijziging van het systeem van omzetbelasting, niet om een verhoging of een verlaging van de belastingopbrengst. Toch zal de prijs van bepaalde artikelen en diensten wel veranderen. De kapper maakt zich daar nog geen grote zorgen over, de consumenten doen dat natuurlijk wel.